Wilhelmina-kanaal dieper en breder wordt, zullen steeds vaker grotere schepen over het kanaal gaan varen. Dat heeft gevolgen voor de markante ophaalbrug aan de Dr. Delenlaan in Tilburg. Deze is verouderd en te smal voor de moderne schepen die straks over het Wilhelmina-kanaal gaan varen. Aannemer Heijmans is ingehuurd door Rijkswaterstaat en de gemeente Tilburg om de brug te vervangen. De sloop van de huidige brug en de bouw van de nieuwe brug zullen in januari 2015 starten. De werkzaamheden nemen ongeveer 12 weken in beslag. De brug is momenteel een essentiële verbinding voor Tilburg-Noord met Tilburg-West en het Tweestedenziekenhuis. Rijkswaterstaat verwacht daarom dat fietsers, taxis en openbaar vervoer behoorlijke hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden.